Brandstofprijzen worden aangepast. Regering wil veiligheidsgevoel bij samenleving verhogen. En algemene kernwapenverbod VN wordt niet ondersteund door kernmachten. Dinsdag 28 maart. Goedenavond, het STVS-journaal. De brandstofprijzen aan de pomp worden ingaande morgen, woensdag 29 maart, aangepast. Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme heeft de nieuwe tarieven voor diesel, unleaded en super unleaded vandaag gepubliceerd. Voor diesel betaalt de consument bij GoTo 4,95 SRD en bij Sol 5,17 SRD. Unleaded kost vanaf morgen aan de pomp bij GoTo en Sol 5 SRD en 98 cent. Super unleaded kost 6 SRD en 12 cent. Door de fluctuerende trend van de wereldmarktprijs voor brandstof en de aanpassing van de government take, was het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme genoodzaakt om de consumentenprijzen voor brandstof aan te passen. Criminaliteit zal keihard worden aangepakt. De regering wil alles eraan doen om het veiligheidsgevoel bij de samenleving te verhogen. Dit rolde uit een speciale vergadering die gisteren door president Desiree Bouterse in het presidentieel paleis is gehouden. De aanpak van de huidige veiligheidssituatie is gisteren besproken. Vicepresident Ashwin Adhin, defensieminister Ronnie Benschop en ad-interim minister van Justitie en Politie Ferdinand Welzijn woonden de vergadering bij. Ook de raadsadviseurs en veiligheidsautoriteiten waren aanwezig. Er moet een strategie worden uitgewerkt en vervolgens worden uitgevoerd om het hoofd te kunnen bieden aan de nu heersende situatie. De regering doet middels een persbericht een beroep op de gemeenschap om continu alert te blijven en alle verdachte gevallen terstond door te geven aan de desbetreffende instanties. De burgerij heeft ook een mening over hoe de criminaliteit het best aangepakt kan worden. Als u de criminaliteit zou aanpakken, hoe zou u dat doen? Als ik die criminaliteit, wel, eerlijk gezegd. Ja, ik weet niet, samen met de burgers natuurlijk. Niet alleen de politieagenten, anders wordt het te veel voor hun. Wat vindt u ervan dat de regering nu zegt dat ze het echt willen aanpakken? Ik weet het niet hoor, want deze dingen is niet van vandaag heb ik dingen. Dus geen dingen reactie meer wat daar betreft. Hun moeten zelf weten, want hun hebben dit gecreëerd. Eigenlijk tegen Luku Asani, de man samus fight criminaliteit schreef. De man dat schreef naar man zijn en creëren criminaliteit. Loko mina srana ma eh ma a model fa asane go no no so ane waka wardor ine creer wera kaligen het gi ayo en if ine creer wera kaligen het ga yo so opsa yo kis de sot probleem de se sang mus de amoro belangrijk san sang mus san no no de motiver de chimang so veel mogelijk met de makang duan roko. Ik ben al 83 jaar en ik heb sinds mijn geboorte daar gewoond. Heb ik nooit last gehad van... Op zorg en ook? Ja, ja. Maar u hoort over de andere zaken in het land? Nou ja, ik bemoei me niet met die andere zaken, want te meer bemoeien als man is moeilijk niet toe. Nee, die mensen moeten het zelf uitzoeken. En dan zijn ze goed niet uit. Fa, hoe kan pak a criminaliteit in Srana aan? Mina, wat idee. Ik heb geen idee, dat is alles. Maar een PSA criminaliteit na Kondre? Nee, ja. Maar lezen alle dingen in de Koran. Maar hoe kan je denken, als je een occasie voor doen, wat zou je doen? Dan moet je denken dat de rover heeft contact. Een manier zoeken de rovers, iets met de rovers te doen. Want in het meeste geval zijn er vier rovers hier in Suriname die juist aangepakt moeten worden. En in het verkeer, dat... Er zou ook het verkeer moeten aanpakken, want er gebeuren te veel aanrijdingen. En ook, er zijn zoveel slachtoffers die tussen de overleden gaan. Dus die dingen zou ik heel snel moeten aanpakken. Maar hoe zou u dat aanpakken? Hoe gestraffen? Hoe geboeten? Hoe ge... Men zou zeggen met boete, omdat ze een les moeten leren. Want anders gaan ze het nooit leren. En de beroevingen of de rovers? De beroevingen zou ik echt een grote strafheid moeten geven. Ik weet niet hoor. Maar wat vind je zelf van de criminaliteit als je nu kijkt naar de dingen die gebeuren? Gestegen. Wat kunnen we het best doen om daadwerkelijk de criminaliteit aan te pakken?
Dan moeten ze eerst bij het korps beginnen. Ja, justitieel apparaat, daar moeten ze beginnen. En daar werkt het helemaal niet, man. Het volk heeft geen gezag voor politie. Ik moet op aan mijn begin. Ja, toch? En misschien allemaal een manjepie. Er is niet genoeg eten thuis. Er is niet genoeg aandacht thuis. Hoe komt het? En men gaat steeds dieper. Die vragen gaan steeds dieper en dieper en dieper. Ja, toch? Je begint met die vraag te stellen. Dan kom je steeds veel verder naar nog diepere vragen die onbeantwoord liggen. Ja, toch? En als regeren, wat heeft men? Dit is een hele huishouden regeren. Je moet niet alleen criminelen kijken. Dat is niet zo. Ja, toch? Hoe komt het? Dat moet men eerst vragen. Er zijn genoeg mensen die willen werken. Maar er zijn genoeg mensen die niet willen werken. Voor hen is het makkelijkste even kijken wie rijk is, wie veel geld is, loeren elke dag en dan slaan. Okay. Maar als u merkt op of we horen nu dat de regering wil aanpakken of dat er een plan is om de criminaliteit aan te pakken, hoe zou het het best kunnen gebeuren? Het zou... Waar zouden we moeten beginnen? Het is een lang plan, het is een lang plan. Op beginnen, ja. Kijk, als er bij degene die moeten zorgen dat het uitgeroeid wordt, als daar geen plan is, als daar mensen lopen die ook meedoen, dan is het moeilijk werken. U zag en hoorde enkele burgers die aangaven hoe de criminaliteit het best aangepakt kan worden. De Stichting Huisartsinstituut Suriname, HISURI, heeft gisteren 15 gediplomeerde doktersassistenten afgeleverd. Eddie Wong-Chung, directeur van HISURI, geeft aan hoe belangrijk de nieuwe gezondheidsmedewerkers zijn voor de artsenpraktijk en cliënten. Het tweede, dat dus eigenlijk het eerste moet zijn, dat is het triageren. Dat is de urgentie bepalen. Wat is dringend? Wat moet direct naar de dokter? Wat kan wachten? Wat kan je een recept geven? Wat kun je geruststellen? En dat hebben de meisjes geleerd bijvoorbeeld door te kijken via de body language. Altijd een hey, die persoon die komt zo binnen. Zou van het hart zijn. Die komt zo binnen. Kan van de nieren zijn. En enkele woorden erbij door te vragen van hoe is het met de trappen lopen. En dan weet je al heel gauw van hey, dit in combinatie met slecht trappen lopen. Is aan het hart. Dus zo iemand laat je niet aansluiten achter op de rij. Ja. Zeg even vaak van, ga dus zitten. Ik haal de dokter erbij. Dat is veilig spreekuur boeken. Dat doet zijn doktersassistenten. Een verpleegkundige kan het ook. Maar deze meisjes zijn speciaal getraind om het dus aan de balie te kunnen. En achter elkaar te doen. Een verpleegkundige heeft heel veel diepgaande waarde. Maar die is nog net niet daarvoor getraind om dat dus achter elkaar te kunnen. Want het heeft te maken met een buikgriepje, met je hart. Met spierpijntje, met korm. Dus daar zit het verschil in. En heel veel mensen weten daar verschil niet tussen. Wong-Chung voegde eraan toe dat het een unicum is dat deze groep officieel opgeleid is in Suriname. Hij spreekt de hoop uit dat de cliënten zich ook zodanig opstellen dat het werk van een doktersassistent goed wordt uitgevoerd. Een specifieke taak van de doktersassistent is onder andere het voorbereiden van de cliënten middels een goed voorgesprek. Het opleidingsinstituut werkt ernaar dat er een vervolgopleiding komt. Nou, dit is geen aanloop naar, om arts te worden, want dan heb je een andere aanloop nodig. Dan moet je dus de middelbare school gedaan hebben, voortgezet onderwijs gedaan hebben. En dan moet je vak B-pakket gehad hebben en dan kun je op die manier gaan naar het ADEC op die manier. Dan heb je andere route nodig. Hier ben ik bij dokterassistenten en in het kader daarvan kun je bij cursussen doen. Zo zit op de rit ook nog medische secretaresse. Ja, je kunt secretaresse zijn, maar al die medische termen die slaan je om de oren. Weet je, bedoel, dus die speciaal een half jaar een keer erbij. Dat is in wording. De POH, de praktijkondersteuner. Die neemt dan bepaalde taken van de huisarts over, een zorgveredelde verpleegkundige.
die zich speciaal toelegt bijvoorbeeld op gynaecologisch onderzoek of zwangerschapsonderzoek of op consultatiebureau of diabetische begeleiding. Dus komt iemand bij de huisarts, dan worden die mensen speciaal dus naar de POH gestuurd. Dat is ook al in op de rit. Nu is er een groep van 20 personen in opleiding tot doktersassistent. In oktober dit jaar zijn er nieuwe inschrijvingen. Na 15 jaar komen er nieuwe bestuursverkiezingen bij de personeelsbond van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Dit juichen velen binnen de instelling toe. Er is een aantal zorgpunten bij het personeel en voor adequate oplossingen zien zij graag een nieuw bestuur voor hun bond. De bond gaat onder de naam ABLAS, die staat voor Algemeen Bond van Personeel 's Lands Academisch Ziekenhuis. Robin Narendorp is de trekker van een van de twee kandidatenlijsten. Als hij de gekozen voorzitter wordt, heeft hij het volgende in de planning. Laat mij aangeven dus dat inderdaad een beroep op mij gedaan heeft. Als ik voor de komende regeerperiode de kar wil trekken, ik heb nagesprekken met het bestuur. Besloten om die uitdaging aan te gaan. We hebben dus in de afgelopen periode een team kunnen samenstellen en wat actiepunten opgezet. Daarnaast hebben wij dus wat kennis gemaakt met het personeel, aangeven ook wat we van plan zijn. Een van onze eerste actiepunten, mochten wij de verkiezingen winnen, zou dus zijn om proberen dus die eenheid weer te smeden. Ik mag wel aangeven dus dat bij deze voorbereidingen tot die verkiezingen toe weinig sprake is van veel smeuterij. Desalniettemin is het goed om de andere partij, mocht je winnen, even met die partij aan tafel te zitten en kijken op welke wijze wij dus actiepunten die ook van hun zijn samen kunnen voegen met de onze, maar daarnaast ook punten die komen uit het veld om dan één pakket te maken waardoor je als vakorganisatie kan gaan werken naar realisatie van dus die actiepunten. Uw oriëntatie binnen het bedrijf, wat zeg u kort of welke gesprekken zijn er zoal gevoerd met enkele leden of met de leden? We hebben de verschillende afdelingen bezocht en het zijn wat vraagpunten geweest. We hebben daarop, denken wij, dus toch op een correcte wijze antwoord kunnen geven. En als de tekenen niet bedriegen, dan denk ik dus dat we dus in elk geval niet slechter voor staan. Wat zijn de meest klinkende zaken die u die prioriteit genieten, behalve eenheid, bundeling? Ik denk er zijn ook andere specifieke zaken. Uiteraard. Ik ben begonnen met die bundeling, die eenheid, omdat we dus ervan uitgaan dus dat hoe hechter de organisatie is, hoe makkelijker je kan komen tot de realisatie van je actiepunten. Ik hoef niet te zeggen, eigenlijk, wanneer je dus iedere vakorganisatie of leiders van vakorganisaties zou vragen van wat is heet aan ijzer op dit moment, de salarissen. Een groep jongeren onder leiding van Lloyd Pool maakt zich ook sterk om het nieuw bestuur van ABLAS te vormen. Bij monden van Pool wordt aangegeven hoe zij de bond verder zullen leiden als zij het nieuw bestuur mogen vormen. Als we het uit de bril van de vakbeweging moeten bekijken, dan praten we over 15 jaar geen verkiezing, geen financieel verslag. En ik zal niet zeggen dat geen enkele belangen zijn behartigd, maar er is wel veel dat is blijven steken. Zoals? Bijvoorbeeld, er worden onze LVC bijvoorbeeld, toch? Er worden in de ALV bepaalde besluiten genomen, maar men houdt zich niet eraan. En we hebben al 7 jaar ongeveer geen LVC-lid daar. We zullen niet zeggen dat het bestuur niets eraan doet, maar er kan meer gedaan worden om hem toch in place te krijgen. Ik heb begrepen dat jullie nu zijn aangesteld of jullie staan klaar voor om mee te doen aan de verkiezingen. Wat zijn de meest belangrijke dingen die worden meegenomen als nieuw bestuur? Kijk, wij gaan bijvoorbeeld voor eenheid op de werkvloer. Omdat je zonder eenheid niets kan bereiken. De vakbeweging is ontstaan door eenheid, toch? Het samensmelten van de individuele belangen, dat is uiteindelijk het algemeen belang geworden. En zo is de vakbeweging ontstaan. Dus als we praten over de vakbeweging, moeten we alvast over de eenheid praten.
We praten over eerlijke kansen door, voor doorgroeimogelijkheden. We praten over bijvoorbeeld communicatie. Er zijn dingen die zijn blijven steken die je moeten helpen om je doel te kunnen bereiken. Hoe kijken de personeelsleden naar nu de ontwikkelingen op het gebied van verkiezingen voor een nieuw bestuur voor de vakbond? Nou, voor de leden is het een bijzonder spannend moment. Het is een historisch moment. Je moet zich indenken, 15 jaar lang geen verkiezing. Er werken mensen hier 20 jaar lang en voor het eerst gaan ze een verkiezing meemaken. Vrijdag aanstaande vinden de verkiezingen voor het nieuw bestuur van Ablas plaats. Conservation International Suriname wil groene industrie opzetten in het zuiden van Suriname. Van de Braziliaanse noten die in het gebied voorkomen, wil de organisatie Tuha olie produceren. John Goedschalk, directeur van Conservation International Suriname, zegt dat zijn organisatie zich sterk maakt voor het behoud van biodiversiteit en het milieu. Daarom willen zij ook een voorbeeld zijn door het opzetten van een milieuvriendelijke industrie. We zien het zeker als een voorbeeld. Ik weet niet of het zou zeggen het eerste. Ik zei dat er ook wel andere voorbeelden te noemen zijn of te vinden zijn waar de groene economie eigenlijk al een beetje leeft op een laag pitje. Maar wij vinden dat dit wel een speciale is omdat het ook echt in Zuid-Suriname, een van de minst ontwikkelde delen van het land, ga je laten zien dat het kan. Dus we zijn daarheen gegaan, we hebben met de mensen gesproken, we helpen ze een stichting opzetten, hebben we al gedaan. We zijn bezig die fabriek te bouwen, we gaan een solar plant daar neerzetten. En dit gaat de mensen in staat stellen om voor zichzelf te zorgen. En dit is iets dat ook past binnen de cultuur van de mensen, want ze zijn al heel erg lang bezig met zowel de noten te rapen als ook olie ervan te maken. Het enige wat wij doen, is we komen in met wat kennis, kapitaal en die marktconnectie. In samenwerking met Apura Networks is er een crowdfundingcampagne gelanceerd om de financiële middelen bijeen te brengen. De opbrengst is om de groene industrie in het triodorp Alalapadu op te zetten. Miguel Rodriguez, de directeur van Apura Networks, geeft aan dat hij het een eer vindt dat zijn bedrijf kan helpen met dit fantastisch idee. Ik wil het starten om eigenlijk ook te bedanken dat we vanuit Apura Networks ook eigenlijk als partner hierin zijn meegenomen. Enorme eer. Toen ik het verhaal hoorde van de CI-collega's, waren we meteen verkocht. Ik bedoel, wat is mooier dan een groene economie opzetten voor een dorp dat nog ongerept is. Het crowdfunding verhaal, als ik daarop focus, kijk, crowdfunding heeft vanaf zijn intrede in 2009 de wereld veroverd. Het verdubbelt elk jaar. Maar naast het ophalen van gelden, en dat is het primair doel van crowdfunding, heeft crowdfunding ook een eigenschap dat je eigenlijk co-creatorship, mensen kan laten mee investeren, mee participeren in iets dat nog opgezet moet worden. En zo creëer je een soort band van co-makership. En dat kan je wereldwijd doen. Nou, dat is ook de reden waarom we samen met Conservation International de Tuha, en dat is Tuha is de trio benaming voor de Brazil Knot. Dus wij wouden dus, onze doelstelling is om met deze crowdfunding de brand Tuha de wereld in te helpen. En echt als een hele mooie, duurzame brand neer te zetten. Met de fondsen zal er van Braziliaanse noten op grote schaal Tuha-olie geproduceerd worden. Met het maken van een dergelijke productie zullen de dorpelingen de mogelijkheid krijgen om hun dorp zelf tot ontwikkeling te brengen. Na het opzetten van de fabriek zal Jomi Cosmetics de dorpelingen begeleiden in het proces. De directeur van Jomi Cosmetics, Alma Roberts, vertelt welke geneeskrachtige voordelen de Braziliaanse noot heeft. Na de testing met het ministerie van HI was ik super, super enthousiast. Ik dacht eerst van niet te veel vooruitlopen op dingen, maar ik heb de olie gebruikt zelf inwendig om je organen schoon te maken. Dus dat is eigenlijk niet mijn pakje aan. Dat is gewoon iets apart persoonlijk. En dat heeft inderdaad ook bloeddrukverlagend gewerkt. En je darmen kunnen reinigen. Dus op een hele goede, veilige manier. Voor het bedrijf zelf heb ik het in haarproducten gedaan. En dat heeft echt opgeleverd dat ik eigenlijk
nu op dit moment dat ik zo vol ongeduld ben dat ik gewoon niet wil produceren zonder die Tuha oil. Omdat het zo verzachtend werkt, elasticiteit van die huid, super, echt waar. Het is niet overdreven, het is gewoon een geweldige olie. Met dit project wil Conservation International Suriname jaarlijks 30.000 liter Tuha-olie produceren. Pinnen of geldtransacties doen met een pinpas van de Surinaamse postspaarbank SPSB is het komend weekend niet mogelijk. De SPSB gaat voor uitbreiding van de dienstverlening, dus moet het systeem worden aangepast. En om deze aanpassingen vlot te kunnen doen, worden in het weekend ICT-werkzaamheden verricht. En dit zal ervoor zorgen dat de diensten met een pinpas van de bank worden beperkt. Shifania Taus, lid van het managementteam bij SPSB, legt het uit. Het komend weekend gaat de SPSB van overstappen van een oud banksysteem naar een nieuw banksysteem. Wat houdt dat in? Dat wil zeggen dat we dus meer diensten gaan kunnen aanbieden aan onze klanten vanwege de upgrade. Het is een upgrade die de SPSB zal doen. Maar dat brengt wel met zich mee dat we down gaan zijn. Onze klanten gaan dus via het BNet-systeem, onze ATM's gaan down zijn. Er gaat, mensen gaan hun pinpas niet kunnen gebruiken om te pinnen. Onze klanten gaan niet kunnen passen. Gastransacties gaan ook niet lukken. Maar we zorgen wel ervoor als SPSB dat op zondag middernacht dat alles weer werkt en alles gewoon weer vlot loopt. Wat beoogt de SPSB met deze handeling? Met deze upgrade zorgt de SPSB ervoor dat we dus meer diensten kunnen aanbieden aan onze klanten. Zoals internetbanking, mobile banking en we gaan ook prepaidkaarten hebben voor onze klanten. Wanneer kunnen we al deze nieuwe dingen verwachten? Heel binnenkort, na onze upgrade, dan zal de pers daar meer informatie over kunnen krijgen. Maar we willen eerst die upgrade doen en alles goed laten verlopen voordat we meer informatie hebben. De SPSB wil wel alvast onze verontschuldigingen aanbieden voor het ongerief dat komend weekend zal gebeuren. Maar we zorgen wel ervoor dat alles op en top is op zondag middernacht. Vanaf het vorig jaar heeft de Surinaamse Postspaarbank een aantal nieuwe ontwikkelingen aangekondigd. Nu wordt het woord bij de daad gevoegd en dus worden de veranderingen conform de planning aangebracht. Vanaf de volgende week zullen de nieuwe diensten na de ingreep worden bekendgemaakt. In de nieuwe conceptie van de bank is het volgens de directie belangrijk dat de bank samen met het cliëntenbestand zal groeien. Dit was het Nationaal Nieuws. Ik ben straks terug met de buitenlandse berichten. De Verenigde Naties hebben zich gebogen over een algemeen kernwapenverbod, liefst 70 jaar na de atoomaanvallen op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. De onderhandelingen gisteren waren de eerste dag, hebben echter weinig slagkracht. Alle kernmachten zijn niet op het hoogste niveau vertegenwoordigd. Van de 193 VN-lidstaten steunen slechts 123 de onderhandelingen. Geen van die landen bezit echter zelf kernwapens, wat de kans op belangrijke beslissingen dus eerder klein maakt. Nikki Haley, de Amerikaanse ambassadeur bij de VN, gaf gisteren een korte verklaring in naam van de SOAT 40 lidstaten die zich tegen het kernwapenverbod verzetten. Volgens Haley zouden ook die landen graag een kernwapenverbod zien, maar kan dat niet in de huidige geopolitieke context. We kunnen niet beweren dat we onze mensen kunnen beschermen als we toelaten dat slechte actoren kernwapens hebben en dat goede actoren die vrede willen bewaren er geen hebben, zei ze. Haley verwees daarbij naar Noord-Korea, dat de proeflancering van kernraketten de laatste jaren gevoelig opdrijft. De Verenigde Staten en Rusland bezitten nog altijd het grootste kernwapenarsenaal, gevolgd door Groot-Brittannië, Frankrijk, India, China en Pakistan. Over het kernwapenprogramma van onder meer Israël en Noord-Korea bestaat nog altijd veel onduidelijkheid. Momenteel zijn er 9 kernwapenstaten. Gemiddeld komt er om de 8 jaar een kernwapenstaat erbij. Hoe meer staten over kernwapens beschikken, hoe groter de kans dat atoomwapens opnieuw zullen worden ingezet. De 9 VN-lidstaten hebben samen ongeveer 15.000 kernwapens.
Delen van Frans-Guyana, inclusief scholen en winkels, werden gisteren stilgelegd te midden van een algemene staking als protest tegen de hoge misdaadcijfers, de kosten van levensonderhoud en het gebrek aan openbare diensten. De Franse regering heeft opgeroepen tot kalmte in het Frans territorium in Zuid-Amerika, dat in de greep is van protesten die geleid hebben tot het afgelasten van vluchten van en naar Frans-Guyana, verstoringen van de lancering van de raket in Kourou en negatieve reisadviezen. De eerste prioriteit is de strijd tegen onveiligheid, dat zei de Franse president François Hollande. Meer dan 30 vakbonden lanceerden de staking, waarbij ze een Marshallplan eisten voor de verbetering van openbare diensten en veiligheid. Het grondgebied, de thuisbasis van ongeveer 250.000 mensen, is afhankelijk van grote financiële injecties van publieke middelen en bewoners zeggen dat het vaak over het hoofd wordt gezien. De Franse regering, Antoine Karma, vertegenwoordiger van Frans-Guyana in de Franse Senaat in Parijs, zei dat de Frans-Guyanese fundamentele sociale goederen en diensten ontberen. Heden ten dagen heeft 30% van de bevolking nog steeds geen toegang tot drinkwater of elektriciteit, zei Karma gisteren. We krijgen niet dezelfde behandeling als de Fransen op het vaste eiland. Op het vaste land, zei de politicus van de Socialistische Partij. De Franse premier, Bernard Cazeneuve, zei dat een delegatie van ministers eind van de week naar Frans-Guyana zal worden gestuurd, indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Hij wil niet ingaan op wat die voorwaarden zijn. In 2008 was Frans-Guyana ook in de greep van een vergelijkbare onrust, toen er geprotesteerd werd tegen de stijgende brandstofprijzen. Daarbij werden scholen en luchthavens stilgelegd. De staking eindigde na 11 dagen, toen de regering de verhoging van de brandstofprijzen terugdraaide. De parlementsverkiezingen op 28 april op Curaçao gaan gewoon door. Dat blijkt uit een beslissing die gisteravond bekend is gemaakt. De gouverneur van het eiland zal een besluit van de vorige week geïnstalleerde interimregering om de verkiezingen uit te stellen niet tekenen. Hierbij lijkt een eind te komen aan een felle strijd die sinds enkele weken in de Curaçaose politiek werd uitgevochten over de vraag of er vroegtijdige verkiezingen moesten komen. Op 12 februari viel het kabinet Koeman. Direct daarna werden nieuwe verkiezingen uitgeschreven, tot ongenoegen van een nieuwe coalitie onder leiding van oud-minister-president Gerrit Schotte. Die stapte daarop naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. In de nieuwe regering die afgelopen vrijdag werd geïnstalleerd, is de partij van Schotte de grootste. Zelf kan hij geen minister-president worden wegens een veroordeling voor ambtelijke corruptie en fraude. De beslissing tot uitstel van de verkiezingen heeft tot onrust onder de bevolking geleid. Voor vanavond stond de manifestatie pro-verkiezingen gepland. Maar het is nog de vraag of die manifestatie na het besluit van de gouverneur nog doorgaat. En bij een gevangenisopstand in Mexico werden gisteren 4 cipiers gegijzeld. De rel brak uit in de Cadarita staatsgevangenis. Daarbij zouden honderden gevangenen matrassen in brand hebben gestoken die een enorme rookwolk hebben veroorzaakt boven de faciliteit. Ongeveer 600 van de 2000 gedetineerden zouden de matrassen in brand hebben gestoken als reactie op de strenge veiligheidsmaatregelen. Volgens Aldo Vasqui, veiligheidswoordvoerder van de staat Nuevo León, werden 4 gevangenissenbewakers gegijzeld tijdens de opstand en tenminste 45 mensen, zowel bewakers en gevangenen, raakten gewond. Blijft u afgestemd. Goedenavond.